Op deze hele mooie wereld waar wij op leven, heb je heel veel mensen, maar echt heel veel mensen. En sommige mensen daarvan zijn een beetje heel erg creatief. Maar dan echt gewoon dat je denkt van, hoe kom je hierop? En vandaag gaan we kijken naar die mensen die veel te creatief zijn. Zoals bijvoorbeeld deze gast, die een liedje maakt met eten. Ik kan het niet eens met mijn mond nadoen. En deze man doet het met eten. Hoe kom je erop om met je voedsel een nummer te gaan spelen? Creatief. Heel creatief. Je kan niet een zwembad maken in je tuin. Jij idioot. Dat kan gewoon niet. Deze gozer denkt, ik kan alles. Boom. Hij pakt graafmachine erbij. Een beetje dit. En bam. Hij heeft een zwembad gebouwd. Is een motherfucker. Tuin. Gewoon met zijn eigen handen. Hoe dan? Als ik een zwembad wil, ben ik 100 miljoen kwijt. Deze vond ik ook heel grappig. Je kan je telefoon erin doen. En dan kan je van je telefoon een portaal maken. Ja, dat is vet. Dat is toch vet, jongens? Dat is toch cool? Dat wil je toch hebben? Je denkt, een paar planken op de muur. Nee, het is een stoel. Of een tafel. Nee, het is een tafel. Oké, het is een tafel. Dit is wel echt, zeg maar. Stel je voor, je woont in Amsterdam in zo'n krot van 20 vierkante meter. En je betaalt 5000 euro per maand. Dan zit er een mooie manier om van elke vierkante meter gebruik te maken. De McDonald's was ook heel creatief. Kijk dit. Als de deur open gaat, dan komt de hamburger in zijn mond. Ja, ja, dit is leuk. Dit is leuk. Shout naar McDonald's. Jullie zijn goed bezig. Je hebt een huis gekocht en er moet een nieuwe keuken. En alles moet opnieuw verbouwd worden. En deze mensen dachten, hey, laten we dan gewoon onder onze keuken een glijbaan doen. Like, wat? Hoe kom je? Zo creatief. Of gewoon gestoord. Eén van de twee. Deze gast heeft een manier bedacht om met zijn buurman te kunnen kletsen in de tuin. Hij heeft gewoon letterlijk een hek die je open kan doen. Zodat hij gewoon kan chillen met de buurman. En dan van dat... Wow. En dat hek wordt ook nog een tafel. Dit is wel ziek hoor. Dit is wel ziek. Dan heb je ook echt een hele goede band met je buurman. Ik ben jaloers hierop. Ik ben echt jaloers hierop. Als je door de bouwmarkt loopt, zie je allemaal douchekoppen van honderden euro's. Deze gast is veel creatiever. Die dacht, hey, ik pak gewoon een flesje. Een plastic flesje. Prik er wat gaten in. Heb je ook een douchekop? Eerlijk, is wel heel creatief. Ook echt heel erg skeer. Wat is dit? Ik heb geen flauw idee. Het is een ventilator. En oh, oh, dat is cool. Dat is heel cool. Ik weet nog dat ik dit voor de allereerste keer zag. Zeg maar, dat ze die ventilators waar dan opeens, zeg maar, ja, een soort... Het lijkt alsof er een hologram op zit, maar dat is niet zo. Maar ik zag dat een keer in een supermarkt, echt 5 jaar geleden. Ik was echt van, what? Mijn moeder heeft me een nieuwe telefoon gekocht. Hij doet de sleutel erin. En wanneer die draait aan de sleutel, dan unlockt hij dus de telefoon. Dus in plaats van een code invoeren, kan hij letterlijk een sleutel in zijn telefoon doen. En gewoon draaien, zeg maar, net als een auto. Zo creatief, maar ook zo irritant. Het is leuk voor een keertje. Hoe wij wijn serveren. Dat is zo cool. Dat is echt heel cool. Deze gast is gewoon een levende wijnfles. Dat is wel echt vet, hoor. Ik kan dit wel waarderen. Het enige wat ik wel echt heel erg hoop, is dat hij zijn handen heeft gewassen. That's how I prefer my coffee. Oftewel, dat is hoe ik mijn koffie wil. Is deze man nu een kopje koffie aan het maken in een stokbroodje? What the actual, zeg maar. Je hebt creatief. Je hebt heel creatief. Je hebt echt wauw. Je hebt gewoon van, wat? Dan ben je, zeg maar, niet goed wijs. Zo creatief ben je. Een koffie in een stokbrood. Kom aan. Net zoals dit. Wat is dit? Deze gast heeft domino-stenen gemaakt van watermeloen. Ja, dit is ook gewoon te raar, zeg maar. Het is creatief, maar ook raar. Elon, zijn nieuwste creatie. Wajo. Hé, hey, ik weet dat dit niet echt van Elon Musk is, maar hé, hey, het ziet er wel cool uit. Gewoon een zwevend iets. Altijd vet. Altijd hebben. Ik kan pittig eten niet eten. Dus hij heeft een creatieve oplossing bedacht. Ja, als je pittige noedels 3 keer door water heen doet, dan is zeker de saus er vanaf. Maar dan heb je dus echt hele droge noedels. Maar hey, wel een creatieve manier om de pittige noedels, zeg maar, niet pittig te krijgen. Aan de andere kant, als er iets goedkoop is in het leven, dan is het noedels. Koop gewoon noedels die niet pittig zijn. Deze mensen hebben een manier bedacht om steenpapier schaar te spelen. Op een manier dat je gewoon niet kan vals spelen. Dit wordt, zeg maar, wazig en kan ook weer niet wazig worden. En zo kan je dus steenpapier schaar samen doen. Ja, dit is wel echt next level. Dit is ook next level. Dit is gewoon wanneer een kunstenaar een huis heeft gekocht. Dit is wel heel vet hoor. Heel die muur ziet er gewoon cool uit. En ze maken dus een maan. Dat ziet er zo vet uit. Zeg maar, hoe? Hoe kan je dit? Hoe kan je zo creatief zijn? Waarom heb ik dit niet? Ik zweer het je, als ik wat wil in mijn huis, of überhaupt wat wil, van kunst of zo, of iets creatiefs, dan moet ik dus iemand, zeg maar, betalen. En die mensen vragen echt
bakken met geld. En zeg maar, deze mensen kunnen het allemaal zelf. En ik heb echt twee linkerhanden. Oh, stel je voor, ik was handig. Dan was mijn leven zoveel goedkoper. 24/7 pizza kiosk in Eindhoven. Ja, blijkbaar is er dus gewoon een pizza automaat in Eindhoven. Nu woon ik heel dicht bij Eindhoven. Sterker nog, dit is echt voor mij fietsafstand waar dit ding staat. En ik wist dit niet. Nu door TikTok weet ik dit. Dit is wel echt ziek. Gewoon een pizza-automaat. En ik ga hier sowieso binnenkort heen. En dan ga ik daar een reel van maken. Of een short of een TikTok. Ik post het op al mijn social media. Dus hey, hou het in de gaten. Want ik ga deze uittesten. Tout le stavis. Ik heb geen idee wat dat is. Ik heb niet eens een idee welke taal het is. Ik denk Frans of zo. In ieder geval, we hebben hier een fles cola. En daar is iets mee, denk ik. Hij heeft het eraf getrokken. En nu trekt hij daar aan. En wat? Het wordt zo'n strikje. Oh my god. Oké. Hey, marketing van Coca-Cola. Applaus naar jullie. Dit is echt wel creatief. Deze meneer heeft een leuke manier bedacht om het afval buiten te zetten. Ja, dit is zeker creatief hoor. Dit is zeker creatief. Op deze manier hoeft hij niet te lopen. Kijk, dat is mijn favoriete creatiefheid, zeg maar. Je moet slim werken, niet hard werken. Dat doet hij heel goed hier. Alleen de echte mensen snappen dit. Ja, ik snap dit gelijk. Dit is zeg maar die DVD, meme als het ware. En deze gozer, ja, dit is wel echt top. Dit is wel echt heel creatief. Dit is nice. Ja, deze vind ik leuk. Leuk bedacht, heel leuk. Dit is geniaal. De enige reden om een $2000 Galaxy Fold te kopen van Samsung. Ja, hé. Hey. Dit is wel leuk. Ik ben echt een Apple guy. Ik heb altijd een iPhone gehad. Maar ik begin nu wel te twijfelen hoor. Je laat me twijfelen. Want dit is wel een hele leuke achtergrond. En dan kan je hem ook nog vouwen. Spaghetti pannenkoeken. Dit is hoe je het maakt. In plaats van dat je het in een rondje doet. Doe je het als sliertjes zeg maar bakken. En dan kan je ja letterlijk pannenkoeken spaghetti eten. Dat is wel heel vet. Dat is wel heel vet. En het lijkt me ook echt lekker. Oh, ik krijg er honger van. Even slik hoor. Ik kreeg er gewoon honger van. Oh, en nu krijg ik nog meer honger. Creatief eten is het beste wat er is. Dit ziet er zo perfect uit. Dan doet die hete saus erop. Dan smelt de chocolade. En bro, het lijkt wel een vissenkom van eten, weet je wel. Zo perfect ziet het eruit. Oh, wat is dit voor een mega duur restaurant waarschijnlijk. Waarschijnlijk vragen ze echt €100 voor dit ding. Deze man heeft de nieuwste iPhone voor zijn verjaardag gekregen. Wat? Dit is gewoon heel het Apple ding, maar dan gemaakt van papier. Ja, leuk. Leuk gedaan. Creatief, zeker creatief. En dit was het weer, dames en heren. Creatieve mensen op een ander niveau. Ik vond het weer heel leuk om net te kijken. En wees niet getreurd, want als je nu denkt, Mick, ik wil nog meer creatieve mensen zien op een ander niveau, dan is vandaag jouw geluksdag. Klik op deze video om nog meer creatieve mensen te zien op een ander niveau. Doe ik even een duimpje omhoog. Vergeet te abonneren. Mick out.